Goeiedag, ik heb een prachtig Hollands beeld meegenomen van gistermiddag. Mooie blauwe luchten, een enkel stapelwolkje en voor de rest zo'n mooi tulpenveld. Ja, mooier krijg je het in april niet, maar vandaag is het echt wel heel ander weer. Er ligt een storing over het land, waardoor het veelal bewolkt is. Er valt af en toe wat motregen en ja, het enige beetje kleur zijn dus of die tulpenvelden of al de natuur die mooi fris groen is. We zien het ook van bovenaf. Nederland verscholen onder een dik pakket met bewolking en miseregen. Alleen de Waddeneilanden komen op het laatste beeld tevoorschijn. Daar kan de komende uren dus ook nog de zon doorbreken. Maar voor de rest, ja, het houdt niet veel over vandaag. Veel bewolking. En dat zien we dus ook op de computeranimatie allemaal mooi terug. Een band met ja, bewolking en regen. Die over Europa heen ligt. Het is een scheidingslijn tussen, enerzijds, wat warmere lucht boven het continent. en ja, iets minder warme lucht in het noorden van Europa. En uiteindelijk komen we in die warmere lucht terecht de komende 24 uur. Die band die trekt weer naar het noorden toe weg. En dan liggen we morgen dus in die hele warme luchtsoort. We zien nu nog wel wat bewolking in de berekeningen. maar dat is veelal hoge sluierbewolking. waar de zon prima doorheen schijnt, zeker in het zuiden van het land. En die zaterdag belooft dan ook de warmste dag van de week te worden. Maar u ziet het ook: die band met bewolking en dus af en toe wat lichte regen trekt in de nacht naar zondag uiteindelijk weer over ons land heen. En dan komen we uiteindelijk in die wat koudere lucht terecht. En dat zien we ook mooi terug op de 1500 meter hoogte temperatuurkaart. De komende twee dagen zitten we in dus die wat warmere luchtsoort die vanuit het zuiden van Europa onze kant op komt. Maar uiteindelijk komt die scheidingslijn weer dichterbij en komen zondag in die koudere lucht terecht. Zien je het hier mooi gebeuren. En die koude lucht ja, die komt vooral maandag goed erin. Dan wordt de opbouw van de atmosfeer ook een stuk onstabieler met een lage drukgebied nabij in de buurt. En dan kunnen er een aantal buien tot ontwikkeling komen. En ja, dan is het niet echt lenteachtig meer. Maar goed, we gaan eerst terug naar nu. Vandaag dus die bewolking die over het land ligt. Af en toe mise regen. En ja, het is niet echt heel vrij lenteweer. Overigens is het niet koud, 14 of 15 graden, dat ondanks de bewolking. Maar het noorden van het land kan dus af en toe de zon kort doorbreken. Uiteindelijk komt dat wolkendek daar ook weer terug vanavond en vannacht. Blijft af en toe nog wat mizer regen vallen verspreid over het land. En onder het wolkendek wordt het niet veel kouder dan een graad of 10. Morgenochtend beginnen we waarschijnlijk in het noorden van het land nog bewolkt, maar die bewolking... Die trekt langzaam weg naar het noorden. Komt de zon er steeds beter bij. En dan gaat de temperatuur behoorlijk de lift in: 15 graden in de gebieden aan de kust. Tot 19 of 20 graden in het binnenland. Heerlijk lenteweer. En zeker in het zuiden van het land doet de zon het aardig. En zaterdag lijkt een beetje op de vrijdag: veelal hoge temperaturen. 15 tot 22 graden. Op de wadden en in het uiterste noorden van Nederland. daar valt het toch misschien een beetje tegen met de temperatuur, de wind komt daar vanaf zee. En ja, dan blijft de temperatuur onder de 15 graden steken. Maar in het binnenland temperaturen van 20 tot regionaal 22 graden. Volop lenteweer. Echt wel even genieten. Want vanaf zondag komt dus die vrije val van de temperatuur. We zien het hier ook terug. Ja, de temperatuur levert fors in zondag. Het blijft dan nog wel droog. Waarschijnlijk in de middag ook veel ruimte voor de zon. Maar met 13 graden is het wel fris. En vanaf maandag neemt die buienkans echt al snel toe. De temperatuur ligt rond de 9 of 10 graden, maar dat is dan wel tijdens droge momenten. Want als er een bui overtrekt, ja, dan kan het wel stegenvallen met de temperatuur. En ja, in de pluim zien we dat koudere weer ook terug. De temperatuur ligt veelal overdag rond de 10 of zelfs iets onder de 10 graden. En pas richting het nieuwe weekend kan de temperatuur weer klimmen. Ik wens u een fijne dag.